Dit is Mariniers Versus. Elke aflevering ga ik samen met het team van het Korps Mariniers een uitdaging van een van mijn vrienden aan. Dit is het Korps. Bring it on! Deze keer in Mariniers Versus heeft de mooie Geraldina van BNN een challenge verzonnen om mij en het Korps Mariniers eens goed uit te dagen. Ik heb zo'n vermoeden dat we natte voeten gaan krijgen. Ben benieuwd waar ze mee gaat komen. Yo, Geraldine, what up? Hey, JJ, jongen. Hoe gaat-ie? Ik sta hier te wachten. Ik windkracht 2000. Oké, luister. Dit is de battle. Iets of iemand gaat proberen ongezien Nederland binnen te dringen vanuit Engeland. En jullie moeten ons eerst proberen te vinden. Dan te pakken voordat we voet aan wal zetten. Oké, klinkt keihard. Maar je weet toch dat de mariniers de beste zeesoldaten ter wereld zijn? De Noordzee is groot, hè? En jij bent heel klein. Ik denk dat dat wel goed gaat komen, hè? Ik heb in ieder geval de Rotterdam tot mijn beschikking. Dit is een gigantisch landing platform dak. Een varend dorp en haven in één, zeg maar. De mariniers kunnen met Frisks, LCU's of LCVP's vanuit dit schip razendsnel ingezet worden. Waar ook ter wereld. Het schip is uitgerust met 2 goalkeepers en 10 zware machinegeweren. Just in case. Oké, Geraldine is onderweg vanuit Engeland naar Nederland. Als we hem moeten vinden, moeten we eerst zoeken. We kunnen een NH90 gebruiken, een helikopter. We kunnen de kusshoog bellen voor hulp, ondersteuning. Warship die mij heet 00. Alex, die kopie. En uiteindelijk hebben we ook nog Frisken met mariniers in. En die kunnen ook gaan zoeken naar vaartuigen. Maar wat is de kans dat we haar gaan vinden? 100%. Ik kom eraan, Nederland! We zetten behoorlijk wat materiaal in om Geraldine te onderscheppen. Ook al is de Noordzee erg groot, we gaan haar vinden. Sowieso. Hoe ver zijn we? Wat is de status? Gaat echt heel goed. Ja? Het hele zoekpatroon is uitgezet. Mm-hmm. We hebben nu 2 echt suspect targets in track. En dan gaan we nu contact met hem. Mag ik dat doen? Absoluut. This is warship Lima 800. Orca, do you copy me? Hallo? Oh, volgens mij is het hem. Lima 800, Orca, do you copy me? Hello? This is Captain Green Bay. Hello? We're a cruise ship. Hey. Een nep accent maakt helemaal niks uit, hoor. You're at the wrong ship. Or boat, sorry. Bye. Okay. Ja hoor. Volgens mij zijn ze ons op het spoor. Zo, we zijn Geraldine op het spoor. Het wordt tijd om haar te onderscheppen. Daarvoor zetten we een raiding section in. Die bestaat uit 16 mariniers. Zij kunnen waar ook ter wereld razendsnel ingezet worden vanuit helikopters, schepen of zoals in dit geval een Frisk. De Frisk is een van de snellere transportmiddelen van de mariniers. De naam Fast Raiding Interception Special Forces Craft zegt genoeg. Hij gaat hard. En de mariniers kunnen er vooral anders snel varend verkeer in gevallen van drugsmokkel of piraterij mee onderscheppen. We zijn nu super close. Ik denk dat we ongeveer zo'n 2 minuten verwijderd zijn van Geraldine. Ik weet niet wat ze in petto heeft, maar zoals je ziet maakt het voor mij niet heel veel uit. Want met deze mannen kan ik alles aan. Uitdagen vinden? Ja! In de pocket. We gaan naar huis. We zijn klaar. Is het zo? Missie is duidelijk, hè? Zeker. Je moet van hier naar de overkant, naar Nederland. Ik zorg ervoor dat JJ en de mariniers worden afgeleid door een vissersbootje. En volgens mij hebben we een goede dag uit. Top. Thank you. See you later. Woehoe. Volgens mij is dit een waterdicht plan.
We nemen het dus toch op tegen een tegenstander van formaat, Ruben Lente. Prof sinds zijn 16e en Red Bull Pro kiten extraordinair. Ruben gaat kiten als de weercode rood ziet en normale mensen de veiligheid van hun huis opzoeken. Master of Extreme is zijn bijnaam. En zijn uitdaging is harder, verder en hoger springen dan wie dan ook ter wereld. Rotterdam, Rotterdam. Hier JJ. Geraldine was alleen een decoy. Ons echte doel is een kitesurfer die op weg is naar Nederland. Ik herhaal, een kitesurfer. Oké, geef door. We hebben één zigzaggend contact. Ja, uitvoeren. We zijn er. Geef door aan alle posten. Kiteserver inkomen. Frisken zijn in de setkoers. De battle is nu echt aan. Onze missie nu? Ruben stoppen voordat hij de kust van Nederland bereikt. Ik heb het gezien, eerlijk. Ja, ik vond het eng. Ja, nee. Je bent het. Ja, maar serieus, want je bent echt zo. Er kwamen twee van die grote boten langs je. Ik denk, I'm out here. Ik vlieg maar. Ja, dus, die vloog over ons heen, hè? Ja, weet ik. Over ons heen. Ja, dat was echt next level. Lachen. Maar eventjes, ja. We zijn op het vasteland. Ja. Nederland. Ja, maar. Ik denk dat we toch wel gewonnen hebben. Nee, heel even. Waar ga je heen? Ja, we kunnen inderdaad geen kant meer op. Nee. Kijk, luister, het zijn wel de mariniers, hè? Ja, ik weet het goed gemaakt. Gelijkspel. Of verspreiden. Ja, luister. Nee. Je kan, nee, of het is rennen of een gelijkspel. Nee, oké. Okay. Ja? Ja, een gelijkspel? Goed. Ja, you got it. Great. Wat een avontuur. Ja.